Radio Grensland Kinrooi, een echte Belgische vrije radio. Begonnen in 1981 op de Weertersteinweg in Kinrooi Molenbeersel bij bunker nummer 7, oftewel Pierre van het Fort. In der tijd het station van Maas en Kempenland, met vaak meer dan 100.000 luisteraars per dag, zowel in België als in Nederland. De singles terug zijn. Straks na het nieuws. Vanmiddag mogen we ons verwachten en overwegend bewolkt weer. Het blijft evenwel droog en vrij zacht. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden. Morgen zou het een mooie zonnige dag worden met maxima tot iets boven de 20 burgers. De soldaten hadden deelgenomen aan de VN-missie in Rwanda, maar werden met instemming van de VN teruggetrokken. Volgens de informatiedienst van het leger zou er vandaag slechts één vliegtuig met gerepatrieerde soldaten op melding zijn, Ghana. Volgens de VN is de aanwezigheid van de soldaten niet langer noodzakelijk. Deze video wordt u aangeboden door oud-medewerker Ron Heymans, alias Disco Duck, oftewel Ron de Jong.